Kerstmis is van origine een christelijke feestdag. Een dag die uitdrukking geeft aan hoop en de mogelijkheid om op een vredevolle, verdraagzame en gelukkige manier samen te leven. Hoewel het feest nu geseculariseerd is voor velen, blijven de waarden van vrede, samenhorigheid en respect toch steeds idealen achter deze feestdag. Het is misschien moeilijk om in deze tijd, waarin we geconfronteerd worden met terroristische aanslagen, oorlogen in het Midden-Oosten en een verharding van de samenleving, als mede door de opkomst van populistische partijen die mensen tegen elkaar opzetten en verdeeldheid trachten te zaaien, de betekenis van deze feestdag nog te realiseren. Het is echter goed om ons juist in deze dagen bewust te worden dat het ideaal van vrede voor alle mensen op aarde geen loze illusie is. Geen utopie. Ook al lijkt het soms verder weg dan ooit. Soms bekruipt ons de angst. We gaan op zoek naar vijanden. Of we trekken ons terug in een cocoon van intimiteit en sluiten de anderen uit. Of we creëren een denkbeeldige wereld van nostalgie aan een niet bestaand verleden. Dat is heel normaal. En dat is ook een door onze instincten ingegeven primaire reactie. Een dier in de natuur, als het wordt aangevallen, heeft eigenlijk twee mogelijkheden. Of het vlucht weg, of het verdedigt zichzelf. Het is dan ook logisch dat wij in een primaire reactie ons willen beschermen tegen datgene dat onze manier van leven in vraag stelt of zelfs ons samenleven bedreigt. Maar Kerstmis nodigt ons uit om juist over dat dierlijk instinct heen te stappen. Om, ondanks de duisternis die er is in de wereld, licht en mogelijkheden te zien. Om uit te stijgen boven de primitieve aard van het mens zijn. Haat, agressie en geweld zullen nooit het laatste woord hebben. Kerstmis toont ons dat het enige structurele antwoord tegen agressie en geweld niet nog meer geweld is, maar wel het zoeken naar vreedzame oplossingen in samenhorigheid en respect voor iedereen. Dit is trouwens niet alleen een christelijke boodschap. Ook in het boeddhisme klinkt dat uitingen van haat en agressie uitsluitend kunnen worden beantwoord en bedwongen door mededogen. Ook de islam verkondigt een boodschap van vreedzaam samenleven, net als het hindoeïsme. En ook los van iedere religie blijkt oorlog, geweld en verdeeldheid nooit te leiden tot een meer welvaart of meer welzijn voor mensen. Het bouwen van bruggen naar anderen heeft niet alleen de wetenschap en de economie veel vooruitgang gebracht, waarvan wij nu de vruchten plukken, maar het verrijkt ook onze cultuur en ons mens zijn. Als wij open durven te staan ten aanzien van anderen en van de buitenwereld, krijgen we een steeds waardevollere en rijkere cultuur. En wordt ons leven betekenisvol.
De geschiedenis heeft bewezen dat een cultuur die zich afsluit en groepen uitsluit in verval is en tot oorlog leidt. Terwijl een cultuur die open is, zichzelf versterkt en het goede van andere culturen incorporeert. Er is geen reden om angst te hebben voor verandering. Nederland is net als alle andere plaatsen in de wereld altijd in verandering geweest. Zonder verandering is geen leven mogelijk. We kunnen niet terug naar een niet bestaand verleden. We moeten verder gaan. En juist verandering, vooruitgang, maakt het leven zinvol, uitdagend en mooi. Geeft uitdagingen en nieuwe kansen aan ieder mens. Het weerloze kind dat met Kerstmis geboren werd, heeft veel verandering gebracht in het leven van miljarden mensen en in de hele geschiedenis. Juist in de geweldloosheid en in de liefde zit de kracht om ware verandering te bewerkstelligen. Juist in geweldloosheid zit de kracht om ware verandering te realiseren. Juist in het respecten van anderen, omwille van hun anders zijn, zit de kracht van de westerse samenleving. Waarde als gelijke behandeling van allen, bescherming van minderheden, vrijheid van meningsuiting en het pal staan voor mensenrechten van ieder individu zijn de krachten die ons moeten motiveren om samen te werken aan een meer vreedzame wereld voor iedereen. Dit is geen droom, geen utopie, geen onuitvoerbare ideologie, maar een werkelijkheid die we samen iedere dag in onze eigen leven, omgeving en in de samenleving gestalte moeten geven. Laten we ophouden met het creëren van vijandsbeelden als het volk, de elite, de allochtonen. We zijn allemaal mensen. Mensen die uiteindelijk slechts één ding willen: een zo gelukkig mogelijk leven te leiden. Dat kunnen we alleen samen. Laten we over de verschillen heen stappen. En op basis van wat ons allen bindt als mens, samenwerken aan een vreedzame samenleving met kansen en respect voor in ieder. Mogen 2017 niet een jaar worden van nog meer verharding, vervreemding, haat, ophitsing en uitsluiting. Mogen 2017 niet een jaar worden waarin populistische stromingen datgene willen vernietigen wat ons werkelijk mens maakt en ons samenleven verrijkt. Mogen we ons in 2017 niet laten leiden door angst. Niet angst, verdeeldheid, haat en uitsluiting zullen ooit het laatste woord hebben. Niet in Nederland, niet in Europa, niet in de wereld. Wij geloven in een toekomst voor ieder mens. Laten we daar vandaag aan beginnen. Wij kunnen het verschil maken in 2017. Ik wens u dan ook toe in deze donkere dagen van Kerstmis, dat u allen een licht en een teken van hoop bent in 2017. Fijne feestdagen.